In de provincie Zuid-Holland liggen prachtige gebieden om op de fiets te verkennen. Bossen, duinen, weilanden, plassen en recreatiegebieden die met elkaar verbonden zijn door middel van fietsknooppunten. Wekelijks fiets ik samen met een gast een knooppuntenroute door de natuur in Knooppunt Holland. En vandaag stap ik op de fiets met acteur Leendert de Ridder. Hey, hallo. Jongen. Hey, hoe is die? Goed. Hoe is het met jou? Ja, heel goed. Ja? Ja, ik heb ontzettend veel zin in. Ja, en mooi weer, man. Ja, we hebben zoveel geluk vandaag. Ja. Hey, maar leuk dat we samen gaan fietsen. Alleen jij hebt het onwijs druk. Ik dacht toen ik jou vroeg, van nou, die zal wel geen tijd hebben. Ja, klopt. Maar ik kom uit deze buurt hier in de polder. Ik fietste vroeger superveel en ik had het programma een paar keer gezien. Ik dacht, ja, dat wil ik gewoon meteen doen natuurlijk. Leuk, man. Gezellig. Dus, ja. Want je bent druk met Mees Kees, hè? Nieuwe film. Ja, ja, we zijn heel druk nu aan het filmen. Ja. Echt elke dag. Dus we komen ook op heel veel verschillende locaties. Maar elke dag, dat is gewoon 5 dagen per week? Of, ja, nou, 4 dagen draaien we en dan hebben we 3 dagen ongeveer rust. Maar er zit dan ook weer repetitietijd in en weer dingen doorpassen voor nieuwe kostuums en zo. Dus ja, het is wel iets wat heel de tijd doorgaat. Hey, nou, we gaan vandaag dingen doen in dit gebied waarvan ik denk dat jij die zelfs nog nooit gezien hebt. Sterker nog, de eerste plek waar we heen gaan, die locatie moeten we zelfs geheim houden. Oh. We mogen absoluut niet laten zien waar dat is. Het wordt Heel spannend. Ik hoop dat ik het ga overleven. Ik maak het ook heel spannend. Maar het wordt in ieder geval een hele mooie route hier vandaag in de Krimpelerwaard. Okay. Van ons startpunt in Bergambacht fietsen we over een prachtig fietspad naar knooppunt 32 en vervolgens door naar Schoonhoven. Daar vandaan rijden we een stuk heen en terug langs het idyllische riviertje De Vlist. En via de knooppunten 73 en 72 blijft het ook op de weg terug naar Bergambacht genieten van een prachtig Hollands landschap met veel water en groen. Wat een fancy fietsen. Goed, hè? Ik voel me helemaal... Het is een beetje... De Krimpenerwaard is een veenweidegebied direct ten oosten van Rotterdam en vanuit verschillende steden prima te bereiken met bijvoorbeeld de waterbus. De waterbus is de grootste openbaar vervoerder over water in Nederland en elk jaar varen er bijna 2 miljoen passagiers mee. En, typisch Nederlands, fietsen mogen gratis mee aan boord. Binnen no time zit je in de Krimpenerwaard. Een ideaal gebied om te wandelen, te fietsen of te kanoën vlakbij de drukke Randstad. Zo jongen, lekker dagje vrij. Ja, heerlijk. Ja, het is echt... En dat ik die dan met jou door mag brengen. Ja, bijzonder. Wat een feest. Ja. Hey, maar wat al over druk met Mees Kees. Ja. Film, wanneer komt die uit? December komt die in de bioscoop. Oké. Okay. Mees Kees in de wolken gaat het heten. Mees Kees in de wolken? Ja. Ja. Mees Kees verliefd? Verliefd, maar vooral hoogtevrees. Oh, dus een beetje dubbele. Ja, ja. Oké, en dan natuurlijk de grote vraag of jij wat met je grote liefde Marie-Louise krijgt. Ja, Marie-Louise die nodigt Mees Kees uit voor een luchtballonvaart. Maar Mees Kees heeft hoogtevrees natuurlijk. Dus die durft niet te zeggen dat hij niet in die ballon durft. Dus het gaat heel erg over angst eigenlijk. En dingen durven en niet durven, wel durven. Hoe ziet zo'n dag eruit, zo'n draaidag? Nou ja, 's ochtends kom je binnen en dan is het eigenlijk nog best wel rustig. Ga ik in de make-up en dan komen op een gegeven moment de kinderen ook binnen. Oh, ligt ja, een beetje aan de klas. Dag. Ja, dan komt mijn klas binnen, komt 6B binnen. Ja. Dat is ook, vind ik ook altijd zo grappig. Ik vergeet altijd dat het ook echt kinderen, want die scripts lees je en dan zie je natuurlijk gewoon dat het kinderen zijn. Maar op zo'n draaidag zelf, dan komen ze ook echt binnen. Echt, komen die kinderen ook echt binnen. En dan heb je ook echt opeens een soort functie als autoriteit. Meester. Ja, en dat vind ik, blijf ik altijd heel grappig en ook een beetje raar vinden. Maar het is wel heel leuk, hoor. Nou, is Mees Kees natuurlijk voor jou best een bepalende rol. Het is je tweede film, is een tv-serie geweest. Ja. Is dat nou een voordeel of een nadeel? Want jij bent altijd Mees Kees. Ja, ja. Ken je als Leendert, maar de meeste mensen kennen jou als Mees Kees. Nou, het is wel grappig, want ik vergeet het ook altijd een beetje. Want ik doe ook wel veel theater tussendoor steeds. Want ja dat filmen, dat duurt dan een paar maanden. Maar vooral het uitzenden, dat wordt natuurlijk vaak herhaald en zo. Alleen dat ik er daadwerkelijk aan werk, is eigenlijk best een korte tijd. Dus ik vergeet altijd een beetje dat... maar goed, als ik natuurlijk de deur uitloop, bij mij in de buurt is een basisschool. Dan lopen de kinderen langs. Goedemorgen, Mees Kees! En ik zo, hoi, goedemorgen. We rijden over mooie fietspaden langs brede sloten en veel watervogels met hun jongen. We zijn op weg naar een locatie die we strikt geheim moeten houden. Daar hebben we afgesproken met Stefan van der Heijden van uilenwerkgroep Krimpenerwaard en Marcel Schildwacht van vogelringstation Nebularia. Wij mochten niet vertellen waar we zijn. Nee. Want? Ja,
We gaan vandaag iets leuks doen. We gaan kerkuilen ringen. Kerkuilen? Ja. Ja. Die zitten hier achter ons in de nestkast. Oh, hier in de Hooiberg? Hier in de Hooiberg, bovenin. Oké. Okay. Dus dat gaan we zo direct allemaal zien. Ja. Maar jonge uilen zijn kwetsbaar. En daar zit een bepaalde handel in. Soms worden jonge uilen gewoon gestolen. Hè. Veel mensen willen ze als foyer dier hebben of dat soort dingen. Of er komen fotografen op het erf. Natuurlijk kost wat het kost een mooie foto te hebben. Ja, en dat willen we wel voorkomen. Want ja, dat is overlast voor de mensen en voor de uilen. En ja, om die reden zoveel mogelijk maken we de locatie niet bekend. Nee, maar wij mogen er wel bij zijn. Ja. Dat vind ik wel weer leuk. Ja, unieke kans. Ja, mooi. En jullie zijn met z'n tweeën? Ja. Stefan die heeft een vergunning om de kasten te mogen controleren. Ik heb een vergunning om de vogels te mogen ringen. Ik heb een opleiding voor gehad. En, dat mag jij niet doen? Nee. Vandaar dat we ook met z'n tweeën zijn. Dus Stefan die controleert altijd de kasten en dan kom ik de vogels ringen. Want waarom doen jullie dit precies? Dat ringen doe je echt voor een stukje onderzoek om te kijken naar... Ze vliegen uit en dan, hè, waar gaan ze naartoe? En ook om te kijken hoe gezond zijn ze, hoe groot zijn ze. En daar kun je de soort uiteindelijk weer mee verder beschermen. We moeten heel erg uitkijken voor de klauwen. Ik vind het eigenlijk veel kleiner dan ik had bedacht. Heb je een idee wat zo'n beest weegt? Nou, ja, nee, dat eigenlijk niet. Zo'n kilootje zijn of zo? Een paar honderd gram. Zo weinig maar. Dus ik denk 300 gram, misschien iets meer. Een volwassen uil. Ja, maar ik heb het altijd idee dat uilen echt zo zijn ongeveer. Ja, dat zijn de oehoes. Dat zijn okay. Misschien die wel, maar een kerkuil niet. Ja, hij is gering. Wauw, het is wel echt zo mooi. Dan. Kijk nou, wat een mooie kleur. Ja. Het enige waar ik alert voor ben, zijn ze dus klauwen. Ja. Als die klauw in je hand gaat, dan kan je piercing zetten. Oh, zo scherp. Ja, die gaat er echt doorheen. Maar daar pakken ze een prooi natuurlijk ook mee. Daar pakken ze de prooi mee. Kijk, en als je dan wil kijken ongeveer hoe groot ze is. Kijk, dan kan je ongeveer zien wat de spanwijdte is. Mooi. Je moet boven mijn handen je poten beet pakken. Hier, goed stevig beet houden. Ja. En nou met je andere hand pak je zijn vleugels beet. Nee, bovenlangs. Ja, zo? Ja, heb je hem stevig beet? Ja, volgens mij wel. Dan laat ik los en heb jij een uilbeet. Dit is wel echt heel bijzonder, zeg. Hoi, ik ben Leendert. Gaaf. Maar nu de jonkies. Ja, lief. Heel benieuwd. Dit zijn de eerste drie. Oh, kijk dan. Nee, ja. En wat je gaat zien, is wat een verschil in grootte nog. Ja. Een kerkuil die begint gelijk met broeden zodra hij zijn eerste ei legt. En ondertussen legt hij eieren en blijft hij doorbroeden. Ach, kijk dat dan. Die lijkt op jou. Ja, nou. Dat was het idee dat mijn haar wel iets beter zat. Hier, maar, ja. Nou, hier zie je dus echt het verschil tussen het jongste en het, denk, zoals je nu kan zien, het oudste jong. Uit één nest. Uit één nest. Ja. Broertjes en zusjes. Wat gaan we doen met deze kuikens? We gaan ze nu ringen. Dat ringen omleggen is altijd het lastige werk. Want je moet altijd zorgen dat hij natuurlijk heel netjes om zit. Maar niet strak? Hij kan niet strak, want elke vogel heeft zijn eigen ringmaat. Maar hij moet goed gesloten zijn, hij moet mooi rond blijven. En je moet natuurlijk beseffen dat die vogel daar de rest van zijn leven mee moet doen. Het vleugelmaatje is 66. Die klauw, het is echt een soort dinosaurus eigenlijk. Zoals je die klauwen ziet. Dit is 61 kop. Dus dat is deze, 61,5. Okay. En dan is het 310 gram. Dus qua gewicht zullen ze niet veel zwaarder worden dan ze nu al zijn. Nee. Ja, want die moeder net was 340. Ja. Je ziet dat ze echt moddervet en ze is een goed muizenjaar. Conditie is dus gewoon perfect. Zijn pootjes beetpakken. Dan hebben we dus bijna de familie compleet. De hele familie. Ja. Jullie zien er wel uit als trotse vaders. Ja, wij zijn trots, dit zijn onze kinderen. Zullen we een familiefoto maken? Mannen, dank jullie wel. Hey, jullie bedankt voor de komst. Dat we erbij mochten zijn. Ja, ik vond het heel bijzonder. Ik had echt niet gedacht dat ik dit zou meegaan maken. Dus heel erg bedankt. Ja. En goed werk wat jullie doen. Ja. Omdat het allemaal vrijwilligerswerk. Ja. Alles voor de uilen. En ja, voor de uilen. En andere vogels. Ja, biodiversiteit in het algemeen. Ja. Ga je een hand geven. Ja. Ja. Dankjewel. Wij fietsen verder naar De Vlist. Een riviertje tussen Schoonhoven en Haastrecht. De Vlist is een veenrivier en werd vroeger vooral gebruikt voor het transport van goederen. Tegenwoordig heeft de rivier vooral een toeristische functie.
Een mooi stukje Zuid-Holland om vanaf de weg of het water van te genieten. Dat is die mooi, hè? Het eilandje is ook echt prachtig. Oh, dit is mooi. Heb je trek? Joh, ik rammel de bam van de honger. Zullen we even gaan picknicken hier? Ja, oh, leuk, ja. Laten we doen. Mooi plekje, toch? Fietsje mee. Zal ik hem overheen proberen te krijgen? Hey, je vertelde al, je bent natuurlijk met Mees Kees bezig. Je doet dan ook toneelproducties. Ja. Je bent al vroeg begonnen, hè, met acteren. Ja, eigenlijk. En dat is ook grappig dat je dat zegt, want... ik ben toen ik 9 of 10 was begonnen bij het Jeugdtheaterhuis in Gouda. Als je natuurlijk zo 9, 10 bent, heb je geen idee nog echt wat is dan spelen. Dat doe je allemaal een beetje op instinct. Maar had je al wel het beeld van ik wil acteur worden? Nou, nog niet zo 1 op 1. Ik wilde misschien ook wel presenteren of goochelaar of wat dan ook. Maar het Jeugdtheaterhuis zat in Lekkerkerk en daar ging ik naartoe. En toen opeens besefte ik van, oh, je kan het ook inzetten om een verhaal te vertellen. Maar pas later had ik echt bedacht van... Ik wil het wel echt serieus gaan doen als acteur. Nou speel je veel met kinderen, ook wel met volwassenen, maar je kan die vergelijking dus maken. Is het heel anders spelen met kinderen? Ja, toch wel anders dan met volwassenen. Want voor kinderen is het heel erg zo, die zeggen hun tekst. En sommige kinderen zijn heel goed bewust van, oké, ik ben nu aan het spelen. En anderen die zijn misschien nog wat jonger of daar gebeurt het meer bij. En dan is het soms best wel uitzoeken van, oké, met wat voor... acteur, want het zijn natuurlijk gewoon acteurs ook. Ja. En hoe ver zijn ze daarin of hoe spelen ze? En soms dan, bijvoorbeeld als de kinderen heel enthousiast moeten zijn, dan ga ik ook bijvoorbeeld heel enthousiast doen. Jij vergroot je eigen rol uit om die kinderen enthousiaster te maken. Ja, bijvoorbeeld, okay. Maar sommige kinderen zijn natuurlijk een soort hyperactief bijvoorbeeld. En dan moet het dan wat serieuzer zijn, dan ga ik ook wat serieuzer praten en zo. Ah, ja. Dan nemen ze dat ook een beetje over. Spiegelen. Ja, spiegelen, ja. En als ze op jou draaien, zitten die kinderen dan nog wel in de klas of zijn die allemaal wieberen? Dat ligt er een beetje aan. Kijk, als er veel kinderen tekst hebben, dan blijven ze wel allemaal zitten. Maar als er bijvoorbeeld een scène is waar 1 of 2 kinderen eigenlijk maar iets zeggen, dan... zitten ze soms niet allemaal, zit alleen 1, 2 kinderen. Okay. En dan moet ik een beetje inbeelden dat de rest van de klasse zit. Ja. Dat is wel moeilijk soms. Ja. Gaat Mees Kees dan ook aan? Want als jij Mees Kees bent, heb jij ook een Mees Kees blik. Ja. Nou ja, ik kan bijvoorbeeld bij Mees Kees staat altijd een beetje... staat wel altijd zo met zijn handen een beetje zo. En dan... hij praat ook iets hoger en dan zo van... heel goed, Sammy. Lekker bezig. En dan... Ja. Ja, je bent het. Zo van, of en dan ga ik zo een beetje zo kijken. Oh ja. Ja, en dan een beetje zo. Of Mees Kees heeft ook heel vaak een plannetje. Dus het is van, oké, maar daar weet ik wel iets op. En dan loopt hij weg bijvoorbeeld. Oh ja. En, maar goed, het is natuurlijk film, dus heel vaak er wordt dan muziek ondergezet. En dan, het wordt er ingezoomd of ingereden. Ja. Dus wat ik doe is natuurlijk eigenlijk maar de helft van wat de hele, wat iedereen eromheen... het verhaal ook maakt. Maar dat is wel een beetje zo de Mees Kees. Ja. Laat dat maar mij over. We blijven nog even aan de Vlist. Een klein stukje verder ligt namelijk het schiereiland De Koeneschans. Als je niet beter weet, zou je hier zo voorbij fietsen, maar toch is het zeer de moeite waard om er even te gaan kijken. Sinds kort kun je hier namelijk op een bijzondere manier terug in de tijd. Wij ontmoeten er Marcus Laaman van Erfgoedhuis Zuid-Holland, die ons vertelt dat dit vroeger een belangrijke schans was. En die schans was onderdeel van een grote verdedigingslinie. De Hollandse Waterlinie. Ja. En in 1672, het rampjaar, toen de Fransen ons land binnenveerden, werd dit een heel belangrijk schakelpunt tussen die twee provincies, maar vooral ook omdat dit gebied een stukje hoger ligt dan het gebied wat onder water werd gezet. Nou, dat gebied lag onder water, behalve de weg, want dat is de weg naar Polsbroek, die lag er toen ook al en die lag net boven het water uit. En dat was dus in wezen een mogelijke invalsweg voor de Franse troepen die bij Utrecht lagen. Om en Zuid-Holland, door het water werden ze tegengehouden, maar ze wilden graag naar Amsterdam en Den Haag. Want dat was het handelscentrum en het regeringscentrum. Mochten die Fransen nou het idee hebben gehad van nou we kunnen het proberen om hier overheen te lopen. Ja, over de weg hierheen, logisch. Ja, dan was deze positie van deze schans dus uitermate belangrijk. Want er stonden kanonnen op die weg gericht. En als ze gekomen zouden zijn, dan waren ze flink onder vuur genomen. Hoe zag dat er dan uit hier?
Nou, er is een kleine maquette gemaakt, maar we dachten van nou, we moeten ook iets moderns doen. Ook de jeugd, want we willen graag ook de jeugd bereiken. Ja, waarom wijs je naar hem? Ik ben ook nog jong. Nee, Mike. Ben ik nou echt zoveel ouder? Nee, ik toch? Ik ben 29, waar ben jij? Ook 29. Ja, kijk. Okay. Ja. Ja. Wij stonden bij 29. Ja, we zijn allemaal 29. Ja. Maar goed, ja, okay. Dat maakt niet uit. Ga door. Voor de jeugd. We hebben een VR-presentatie, Virtual Reality. Ja. En daarmee kun je op je eigen mobiel kun je inloggen op een website. En dan krijg je een artist impression te zien van de schans zoals die er toen uit heeft gezien in het landschap. Oké, okay, mijn telefoon erin. Ja. Nou, als het goed is. Oké. Leendert. Even mijn historische bril opzetten. Terug in de tijd. Dan. Kijk, wat grappig. Wat zie je? Ik kijk nu in een huisje wat hier stond. En er zit iemand heel lekker zichzelf bij de open haard. Wow. Oh kijk, hier zijn ze met een kanon in de weer. Oh. Dit is heel vet, ja. En als je dat witte kruisje erin zet en even 2 seconden blijft kijken, dan gaat die draaien en dan kom je In de omgeving. Het is echt wel de moeite waard om hier een keer ook echt door die bril te gaan kijken. En zeker voor jongeren. Ja. Van 29. De Krimpener Waard vormt een belangrijke schakel in het natuurnetwerk Zuid-Holland. En de provincie heeft een omvangrijk programma opgezet om een betere leefomgeving te creëren voor weide- en boerenlandvogels. Er wordt in dit gebied zo'n 2250 hectare veenweidenatuur ontwikkeld. Het beeld van de open polders met de vele rechte sloten blijft bestaan, maar het is de bedoeling dat hier plant- en diersoorten terugkeren die hier vroeger voorkwamen. Die zorgen voor voedsel en beschutting en dat is goed voor de weidevogels die tegenwoordig op een bijzondere manier gemonitord worden. Oh ja, daar lopen ze al. Wat een delegatie. Ja, mooi hè? Ja. Zo doen we dat hier. Ja, jullie staan hier met z'n drieën omdat jullie elkaar ook weer helpen en versterken, hè, in het beschermen van de weidevogels. Ja, dat klopt. Ja. We werken met elkaar samen hier om de weidevogels in dit gebied, maar in de hele Krimpenerwaard, te beschermen inderdaad. Ja, want Joke, daar komen heel veel vrijwilligers bij kijken, hè, die daaraan meewerken. Ja, het begon natuurlijk allemaal met heel veel vrijwilligers. En vroeger ging dat natuurlijk met stokjes zetten en af en toe zelfs eitjes vasthouden. Maar, is dat niet meer? Want ik zie altijd van die mensen zo door zo'n veld en dan, oh ja, daar zit een nest, stok erin en dan mag niemand bij in de buurt komen. Ja, dat gebeurt nog steeds. Als een boer echt per definitie wil maaien, dan is dat de enige manier om toch nog een nest te kunnen sparen. Zodat hij daar omheen kan. Ja, maar omdat je de hele biotoop, zeg maar, de leefomgeving vernielt van dat nest, worden die kuikens 9 van 10 keer toch opgevreten. Dus we zijn er na tientallen jaren achter dat dat geen zoden aan de dijk heeft gezet. Beter laat dan nooit, Joke. Precies. Ja, toch? En uiteindelijk dan, jullie werken als vogelvereniging, als natuurvereniging, houden jullie het in de gaten. Jullie gaan dus het veld in om te kijken waar ze zitten. En dan komen jullie ook bij Marielle terecht. Ja. Jij bent van? Ja, Agrarisch Collectief Krimpenerwaard. En wij hebben contracten met boeren, zodat boeren aan een gras- en natuurbeheer doen. Agrarisch natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer. Oh, want een boer wil maaien. Ja, in principe wil hij gewoon goed gras naar binnen halen voor zijn koeien. Dat is geld. Dat is geld, want goed gras is melk en dat is geld. Ja. Maar jullie willen dat niet, want jullie willen, wat Joke net ook vertelt, dat die vogeltjes gewoon lekker groot kunnen worden. Dus dat klopt. Dus daarom spreken we dan af dat boeren laten maaien of stukken helemaal niet maaien. Of stukjes onder water zetten en dat allemaal voor de vogels inderdaad. Zodat ze wat meer leefgebied krijgen. Oké, want is dat ook waardoor je hier zo'n divers landschap krijgt? Ja, nou precies. Ja. Dat is precies wat je ziet en dat zie je hier inderdaad heel mooi. Hier zijn stukken gemaaid, omdat we gezegd hebben van ja, dat kan nu, want de vogels zijn daar weg. Maar dit stuk daarentegen zitten nog vogels in, dus die laten we gewoon nog een poosje staan. En dan ga je dus naar een boer? En wij betalen ze daar dan een vergoeding voor en dat is gewoon eigenlijk de inkomstenderving die zij hebben door het gras langer te laten staan, die vergoeden wij. Oké. Okay. Oh, ja. En op die manier werken zij mee zonder productieverlies? Juist. Aan de... dus zo, en waar ben jij van dan? Ik ben als vrijwilliger begonnen om met een drone rond te gaan vliegen, want Marielle en de NVWK die hebben ooit een keer, 1,5 jaar geleden of zo, een advertentie geplaatst, dronepiloten gezocht. Nou, dat zijn we vrolijk gaan doen. Maar zo'n drone is super vet, maar dat maakt toch heel veel lawaai? Jaag je de vogels daar dan niet mee weg?
Ja, dat zou je verwachten inderdaad. Maar ja, onze ervaring is dat als we op 35 meter hoogte vliegen, 40 meter hoogte, dan valt het reuze mee. Hier zie je er heel duidelijk iets zitten. Zie je? Hier zo. Dat beeld. Kijk, als ik nu de warmtebeeld in. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Bam. Dat vlekje. Oh, dat vlekje. Oh, wat is het dan? Als je goed kijkt, ik zal even inzoomen op die beelden, dan zie je ook echt dat er iets zit. Eerst zien we een warmtevlekje. Je kan bijvoorbeeld zien dat dit nu 24 graden is wat daar ligt. En de rest is... Oh, zelfs dat? Ja. Gaaf. Kun je nagaan en dat hoe dicht je bij die vogels kan komen op deze manier zonder dat je ze verstoort. Ja, precies. Ja. Precies. Dat is en we maken dus opnames hiervan. En die kunnen we later weer gebruiken, waar we het net over hadden, aan de keukentafel. Ja, door Marielle. Gaan ze weer bespreken. Gaan ze weer bespreken. Oh, dan zegt die boer van, oh wacht even, als dat er zit, ja, dan hebben we een deal. En je neemt die beelden ook mee naar zo'n boer om te laten zien? Ja, nou, we verwerken dat zeg maar tot een soort stippenkaart. Ja. Waar je dan ziet van, oh, maar dit is mijn land en dan zie ik daar de vogels zitten. Nou, dan kan ik daar afspraken mee maken. Ja. Oké. Okay. Ja. Mooi werk wat jullie doen. En ook mooi dat je nu al resultaat ziet. Ja, nou, dan hartstikke blij. Zeker. Dank jullie wel. We gaan weer verder dan fietsen. Nou, veel plezier. Doei, succes nog. Hoi. Kijk nou, wat zijn dit dan voor... Futen. Zijn dat futen? Ja. Ziet er zo exotisch uit. Wist je niet wat? Nee, je weet nog wel wat een fut is. Nou ja, nee. Oh. Ik dacht zo'n hele exotische meerkoet. Mooi tochtje gemaakt. Heel mooi. En nu, na vandaag. Ja, na vandaag. De film natuurlijk, in december in de bioscoop. In december komt Mees Kees in de wolken in de bioscoop. En want we hebben het natuurlijk steeds over de film. Ja. Maar... Je hebt ook een tv-serie Mees Kees gemaakt en die wordt nu steeds herhaald. Komt dat er klopt. Ook een nieuwe tv-serie? Nou, dat zou ik natuurlijk heel leuk vinden, maar daar mag ik nog niks over zeggen. Maar het zou wel heel leuk zijn. Maar komt er ook een? Daar mag ik dus nog niks over zeggen. Oké, dan ga ik het zeggen. Er komt een nieuwe serie Mees Kees op televisie. Daar mag ik nog niks over zeggen. Okay, ik vond het super leuk met je vandaag. Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Opeens zie je weer hoe mooi en bijzonder de Krimpende Waard en gewoon Zuid-Holland eigenlijk is. Dus, en ik vond het heel gezellig. Wil jij onze route door de Krimpende Waard zelf ook fietsen? Of meer informatie over de onderwerpen uit deze uitzending? Kijk dan op de site van Rijnmond of West of op de Facebookpagina van Knooppunt Holland.